Nederland heeft 50 zuurstofconcentrators gedoneerd aan Suriname. Deze schenking is ook ter ondersteuning van de COVID-zorg voor personen in thuisisolatie. Gelet op de besmettingscijfers is er een noodzaak aan zuurstof binnen de COVID-zorg in Suriname. De donatie is een van de resultaten van het werkbezoek dat president Santokki en minister Ramadin 2 weken geleden hebben gehad in Nederland. Vorige week heeft Suriname ook al 100.000 sneltesten ontvangen. Volgens de communicatiedienst Suriname zijn de zuurstofconcentrators gisteren door de SLM ingevlogen vanuit Amsterdam.